Beschikkende op de verzoeken ter bekoming van erkenning van de daarin genoemde door goedkeuring van haar daarbij overlegde statuten op voordracht van onze minister van Justitie hebben goedgevonden en verstaan de overlegde statuten der navolgende vereniging goed te keuren en deze vereniging mitsdien te erkennen, te weten, Zeeuwens Belang. Was getekend op 8 september 1913, koningin Wilhelmina. De oprichtingsdatum van Zeeuwens Belang was ons als bestuur niet bekend. 100 jaar Zeeuwens Belang. Onze notulen gaan terug tot de 50e jaren en er is ook een statutenwijziging van rond die tijd. We waren dan ook aangenaam verrast door een stukje in de Hoendeboom, clubblad van de oudheidkundige vereniging Zeeuwens. Die verzameld zijn door Wijlen Jan Boekelder, valt de oprichting van Zeeuwens Belang op in 1913. Hoewel de statuten zich niet in ons archief bevinden, zou het betekenen dat Zeeuwens Belang haar 100-jarig bestaan viert in 2013. De vraag is of de statuten nog ergens zijn, zodat het bewijs voor het 100-jarig bestaan hard gemaakt kan worden. Wie het weet, mag het zeggen. 100 jaar Zeeuwens Belang. We hebben het onderzocht. De gemeente kon ons niet verder helpen. Het notariskantoor ook niet. Hun archief ging niet verder dan 1930. En bij het Ekal, erfgoed Achterhoek Liemers in Doetinchem, was ook niets te vinden. Maar zij wezen door naar het Nationaal Archief. En daar, na intensief speurwerk, kwamen de statuten boven water. Kopieën heb ik hier bij me, mocht u er aan twijfelen. 100 jaar Zeeuwens Belang. 100 jaar Zeeuwens Belang. Voor gezorgd. We hebben er samen voor gezorgd dat het dorp ervoor staat zoals het er nu voor staat. Een prachtig dorp. Wat mij betreft het mooiste dorp dat er is. De kracht van Zeeuwens zit in het feit dat je elkaar kent. Tegenkomt. Het afgelopen jaar nogal mooi geworden, vinden wij. We vieren met u de opening van de nieuwe dorpskern. Zoals Inge op haar bord heeft staan, het nieuwe dorpshart van Zeeuwens. We hebben hieraan samengewerkt, het is goed gelopen en het is mooi geworden. Met name de manier waarop een en ander is gelopen is bijzonder. Dit komt onder andere doordat de gemeente Oost-Gelre het lef heeft gehad om de regie uit de handen te geven. Het hele proces heeft ertoe geleid dat wij 1 van de 8 genomineerden zijn voor de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2013. De uitslag krijgen we aanstaande zaterdag in Kootwijkerbroek. Willen de mensen zich alvast een beetje verzamelen die wij daarvoor gevraagd hebben? Ik denk, de eerste openingshandeling wordt Douwe en Vincent. Ja. Samen aan de slag gegaan in andere tijden.
Wij hebben Siemens de ruimte geboren. Siemens heeft die ruimte gepakt. En Siemens heeft de regie genomen over de inrichting van hun eigen dorp. Klasse. En dat onder aanvoering van een zeer enthousiaste en gedreven dorpsraadpleger. Thank you. Afgelopen week was er een bijeenkomst in Winterzijl van de provincie, die ging over Krim. En op een gegeven moment tweette daar iemand de Achterhoek heeft een grip. Nee, Siemens heeft een grip.